superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. We zijn op Ibiza! Yay. Yes, wij gaan de aankomende dagen hier een nieuwe clip opnemen. En we gaan jullie overal mee naartoe nemen, dus kijk mee. Licht uit gaat, we straks naar huis gaan. Denk je dan aan mij? Wow, oh, denk je dan aan mij? Ik vond het niet leuk. In de taxi naar het hotel. Lekker maar hoor. Ik kan ook nog aan de achterkant. Ja, oh, die heeft een gebruiksaanwijzing nodig. Hoeft dit? Je moet naar achter, Mout. Ja, maar nou, dat was niet zo'n succes. Ik zal het even niet laten zien. Het ziet er wel lekker zomers uit bij mijn ventilatie. Ja, echt. Goed. Wat is mooi dan? Ja, dit vind ik wel lekker om in de ochtend te doen. Ja, lekker uitplukken. Nou, ik blijf lekker liggen. Ja, doe dat vooral met acrylnagels. Het ziet er wel lekker uit. Oké, okay, wie wil ik proeven? Kriebel met kriebel. Ja, mee. Vakantiekriebel. Ja, de zonnetje mag al komen. Hallo. Nou jongens, we gaan dus zo naar... Ik sta met mijn broek open. Hey. We gaan dus zo naar de boulevard, want daar is soort, ik weet niet, dat, op deze avond is er dan een heel groot iets of zo dat mensen allemaal heel vrolijk en leuk zijn. Dus daar willen we heen gaan om te kijken of we daar dingen kunnen filmen. Dus ik ben nu eventjes mijn make-up snel aan het doen. En ik heb mijn outfit aan, broek moet nog wel, kijk hoe leuk. Ja, dit jurkje is zo leuk. Als het wordt mijn tweede outfit. Ja, echt super cute. En dan doen we allemaal nog iets extra's meenemen, zodat we meer foto's kunnen maken en eventueel nog dingen kunnen filmen. Ik heb er echt zin in. Ja, en we gaan over ongeveer een kwartiertje. Dus nu even snel make-up afmaken en dan kunnen we gaan met die banaan. En ik zie helemaal niks in deze spiegel, want het licht werkt een slecht licht, hè? Ja. Maar goed, we moeten het er maar mee doen. Going to Ibiza. Pizza. Hey, 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 hallo, ik moet mijn camera nu de hele tijd gaan showen. Dat is de live of een influencer. Wil je zien hoe zwaar ik het heb? En letterlijk, want ik heb een zware camera aan de hand. Waar gaan we eigenlijk heen? Ja, de boulevard. We gaan naar de haven van Ibiza. Knap Spaanse jongens spotten. Ja, nee, daar doen wij niet aan hoor. Oké, guys. We zijn nu in de auto. Yo, felle zon. En waar gaan we nou naartoe? Naar de haven. De haven, naar haven. Ibiza. Ja, en daar gaan we al leuke dingen doen. Sorry voor de overbelichtheid. Ik kan hier niks aan doen. Doei. Ik wil niet op mijn make-up dragen. Ja, ik film. Ik weet het zeker. Ik zie een rood rondje. Oké, jij doet wat zijn lukt. Jawel, het lukt. Oké. 3, 2, 1. Go! Kijk op onszelf los zij heeft. Nu was het echt grappig. Het geeft zoveel af, die schmink valt toch gewoon niet. Hele trui oranje. Nee, heb ik het koud? Helemaal niet, het is niet eens zo koud. Nee, maar nee. Het is heel cool. Nee. Kijk eens hoe lief, jongens. Ik zie er niet uit, die trui die nog wil spotten. Nou, ik hoop dat jullie verder genieten van de vlog. Ciao, Bella. Oh, kijk hoe mooi. En we zijn weer back. Back, terug van weg geweest. Zo? Kijk, hier zijn. Nou, je ziet al dat ik een ervaren vlogger ben natuurlijk. Ik keek ook natuurlijk weer tegen het klepje aan. Oh, het is echt heel mooi hier. Hoe moet het dan? Ja. Ja, het is gewoon goed, joh. Hier is Demi. Demi, lach even. Ik zeg je eerlijk, jongens, die Spanjaarden zijn tantjes bang. Echt hoor, elke hoek waar je kijkt, behalve die oude mannen dan. Maar oude mannen elke hoek waar je kijkt, zie je wel een knappe Spanjaard. Eerlijk? Ik ga gewoon naar Spanje verhuizen als ik een leuke vriendje zoek. Ik ga mee. Hey, Espanols, if you look at this video. Kami. Kami. Huh? My Snapchat's in de bio. Bye. Jongens, kijk even dit. Ik heb echt van de kamer. Wow, het is zo mooi! Hey jongens,
Nee. Oké, jongens. We zijn nu onderweg. Want we moeten even... Ja, voor de tiende keer. We moeten naar die koude vuur. We moeten even wat jongens gaan fixen voor in onze clip. Oh ja, dus wij zijn even rondzoeken. We zijn het zoeken nu, maar we zien nog niet zoveel... Niet zoveel leuks nog, maar... Er is niet veel potentie hier, maar... Nee, we vinden het zo nog wel. Ik heb vertrouwen in. Ja, ik ook wel. Ik zie alleen maar oude mannen die aan het rennen zijn. Helaas. Strijd voor een leven hier. Ja, dus nee, we geven jullie zo'n update. Leuke 18, 19 jaar. Maar dat zijn we 17 niet aan... mag open. We zijn nu niet jongens aan het zoeken. Nou, ik wel. Ja. Hallo guys. Welkom to de twee leukste van jullie team. Ja. Maar dat wisten jullie natuurlijk al. Voelen. Oh my god, We zijn nog steeds aan het walken. We liepen net verkeerd. Ik weet niet of dat alles vertelt, maar... Kijk, het veel maar ik vertel... Oh, ik zie... Hallo, kijk daar. Dat zijn 5 jongens. Die hebben we nodig. Nou, is toch goed voor de clip? Oh. Oké, ze kijken ons aan. Ik vind het een beetje... Ja, kom, we gaan met je praten. Nee, Naomi. Dat is een beetje enger. Dat zei Naomi. Wat? Ik zei helemaal niks. Oké, ze kijken ons echt heel erg aan. Oké, we lopen nu langs ze. Status. Hallo. Hallo. We zijn nu op de haven, letterlijk. Soort van letterlijk. Ja, ik weet niet wat het is. Bij de vuurtoren. Bij de vuurtoren. Letterlijk op de haven. Okay. Letterlijk bij de vuurtoren. Net dat de drone omhoog ging, werd ze weggestuurd. Oh, niet. Ja. Ik bleef daar gewoon een half uur staan wachten. Met de drone. Ja, dat is natuurlijk heel stom. Dan weet je gewoon niet in de auto kunnen zitten, ons volgen, oké, nu komen ze en dan gaan. Maar wat nu dan? Verder op een andere keer gaan. Ja. Nee, zei ze. Die lelijke vanuit boot daar of zo. Je kan toch die drone zo sturen dan weer daarheen, of mag dat niet? Nee, ze mogen daar niet omhoog. Ze kunnen wel daar, maar nou, ze ligt gewoon hier. Dat is balen. Ja, staan we hier. Ze morgen weer hier naartoe. Maar wat morgen is geen tijd voor. Mislukt! We dachten dat we het intro gingen filmen, maar de drone was niet omhoog. De drone. Karma klopt ons. Dit soort dingen gebeuren ook, weet je. Dus even iets anders op bedenken. Nou, het was dus een beetje mislukt, de PI. Want we wouden dus eigenlijk hier filmen voor Mout Solo. Maar ze werden weggestuurd met de drone. Snap ik ook wel, als je ineens met zo'n bak bezig staat. Maar ja, hè. Vond ook niet nou, maar het is wel jammer, want het was anders echt wel heel mooi geworden. Ja, dus nu gaan we even kijken wat we nog sowieso kunnen opnemen. We gaan sowieso wel iets opnemen. Maar we lopen even naar het stadje. Vanavond houdt mij niet op met die foto's. Nou. Oké, guys, dit is alweer dag 2 op Ibiza. Yes, en vandaag gaan we nog even wat dingetjes... dit is de tweede dag dat we gaan filmen. We gaan wat dingetjes filmen bij een marktje en op het strand, bij de rotsen. Ja, dat gaan we allemaal opnemen. En we hebben onze eerste outfit al aan. Dus yes. We zijn helemaal ready en we zijn al verlaten. Ready to go. En doe het echt. Hop, hop. Ja. Okay, go. Ik doe het. Zie je ik ook. Pim loopt hier zo, ik wil niet op beeld. Hallo. 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 Zo. So, we zijn nog niet aangekomen op bestemming, want we moeten nog een stukje lopen. Ik denk echt, we gaan echt naar mooie rotsen en zo. Ik heb heel veel zin in, want dan gaan we echt leuke dingen opnemen. Ja, buiten omhoog. Let's go. Maar goed, ik ga nog. Oké, we zijn nu op locatie en ik weet niet wat het eigenlijk is, maar het is een soort, ja, hoe zeg je dat? Zee, ik weet niet, ze zijn daar een boot naar binnen aan het takelen. Maar we gaan hier dus dadelijk dingen opnemen met de drone. Dus onze cameramensen die waren hier al. En oh, dat schommeltje is ook leuk. En het water daar is echt helder blauw. Dus het is echt heel mooi. We zijn nu heel eventjes wat natuur. Hij kan, komt ie. Yes. Shine, shine, shine. Maar het ging zo voorbij en nu vraag ik mij af. Als het licht uitgaat en ik straks naar huis ga, denk aan mij. Het is vanaf. Wat eraf. Alles hier. Denk aan mij. Oh, denk aan mij. Echt. Ga nog. Dan doen we er nog een keertje close. Dan even nog een keer vanaf de andere kant. En dan kunnen we hier gewoon eventjes dat jullie lekker met de beentjes in het water zitten en langslopen, et cetera. Ja. Dus oh nee! Mijn idee is ja, ging niet naar mijn tenen kijken! Gewoon een beetje eromheen. Ik zo leuk! Ik kijk hem niet. Ik kijk er naar je, waar sta je op? Oh!
Nee, dat mag ook niet. Dan mag nu naar beneden kijken. Hier achter deze boutjes. Yes, thank you. Yes. Ik heb niet een mag je eraf vallen. Meiden. Aha! En probeer nu een beetje wat meer met z'n allen op Demi te richten. Dus ja, Sascha, oké. Okay. Lachen. Tussendoor kijken. Waar gaat ons nummer eigenlijk over? Nou, het gaat eigenlijk over een vakantieliefde. Je hebt iemand op vakantie ontmoet en je hebt eigenlijk een hele goede klik gekregen met diegene, maar je hebt helemaal niet met hem gepraat. En heb je... Ja, dus eigenlijk via oogcontact. Ja, oogcontact. Ja, dus je hebt oogcontact en je voelt gewoon wel dat er iets is of zo, maar je durft eigenlijk niet tegen diegene te praten. En dan vraag je je dus eigenlijk af, denkt hij wel aan mij? Omdat jij denkt wel aan hem. Jij denkt heel veel aan hem. Ja. Ja. We zijn nu op de hippiemarkt en we gaan hier volgens mij... Ik heb geen idee wat we hier gaan opnemen, maar volgens mij wel iets opnemen. Dus we zijn hier gewoon eventjes aan het rondkijken, foto's maken. Hey. En dan gaan we straks eventjes iets opnemen. En we hebben al een nieuwe outfit aan trouwens. We hebben dus net opgenomen een beetje loopshots en een beetje sfeerbeelden en zo. En we gaan nu dus de bridge opnemen, maar het is dus een beetje... Ja, we hopen niet weggestuurd te worden. Dus we gaan het allemaal een beetje snel en stiekem doen. Maar dat kunnen wij. En daarna gaan we drinken, want ik heb echt... Holen veel dorst. Het is zeg maar 23 graden, maar het voelt als een sauna. Ja, in die hit, die zon, die schijnt zo hard. UV 7, jongens. Zie je dit? Zie je niet meer over 2 dagen. Welkom, zit je in, hè? Heel leuk. Oh, dank je. We hebben niet eens Spaans. Nee, wij eten een van deze dagen. Ja. Ik wil gewoon zo'n smoothie. Die smoothies kijken me aan van wanneer doe je nou? Oké, jongens, we zijn de volgende locatie. Kijk, we mogen niet al die mensen filmen, denk ik. We gaan nu even naar het water. Het is echt super lekker weer. En we hebben allemaal witte en beige outfits. Amy? Even mijn petje op hoor, dat hoort erbij. Ja, die ook heel leuk. Matching! Matching! Woe! Is het koud? Ja. Oh ja, het was echt heel koud. Ik ga niet zwemmen. Ja, we hebben er zin in. We gaan nu refreinen opnemen, volgens mij. Wat is dat dan? Even aan het bijkomen. Het is natuurlijk zo warm. Hoe is dat eigenlijk? Staat dat op? Hoezo schrijft de pizza stad met DT? Jerry? Sorry? Hoezo schrijft de pizza stad met DT? Ja, staat Ibiza stad. Is dat Spaans? Nee, joh. Ibiza taal. Dat is wel verkeerd. Nou, we zijn weer in een nieuwe outfit. Ja. En we gaan dus nu naar Esfera. Als ik het goed uitdruk. En dat is dus een van de mooiste plekken in Ibiza. Dus wij hebben heel veel zin in. En we hebben weer een hele compliment. We gaan een stukje opnemen voor de clip. En we gaan ook heel veel foto's maken. Ja, dus we gaan Demi solo doen. Ja, is helemaal mooi. Zin in. Het is allemaal met rotsen en dat soort dingen. Dus, En nu gaan we weer de warme auto in. Ach, ja, snel. Make-up en in de auto. Mag ik ben helemaal klaar mee. Ik heb ook helemaal geen zonnebril bij me, denk ik me nu. Oh, ik ga je. Maar ik heb wel plek voor mijn camera. Kijk. Heel veel plek. Wat goed. Heel veel. Zodat hij eruit vaai. Love it. Mag mijn telefoon er ook bij? Nee. Ja, hallo. Kijk dit. Wat denk je nou zelf? We zijn nu droombeelden aan het opnemen en je hebt echt super mooi uitzicht. Cool. Kijk maar. Kijk. Wauw. En zo meteen gaan we ook Demi er solo opnemen. Ja, we gaan een solo opnemen. Zo. Vind jij dat normaal? Beetje stom haar, man. Nu klinkt jij ook zo super. Oké, maar. Het is beter dan niks, want anders nu heb je nog iets op de achtergrond. Kijk maar eens naar die kant.
Nee. Nee. Hangt een wolk voor. Jongens, ik heb dus net opgenomen. Ik heb trouwens een coole shirt aan. Oké, maar in ieder geval. We lopen dus nu weer terug naar de auto. Want op een of andere wonderbaarlijke manier moeten wij binnen 3 kwartier thuis zijn en in de jacuzzi zitten. Dus snelle stappen maken we nu. Maar goed, ik denk dat we het op zich al gaan halen. En als we het niet halen, dan mogen we morgen om 6 uur 's ochtends in dat ding zitten. Nou, zie je dat al gebeuren? Ik niet hoor. Maar in ieder geval, het was wel heel mooi hier opnemen. We hebben wel echt hele mooie shots ook. En nu is dus de laatste shot thuis. Dan gaan we eten. En dan hoop ik dat we klaar zijn voor vandaag. Want ik heb er echt geen zin meer in. Oh ja, Jada moet ook nog opnemen. Maar ik hoop dat ik daar niet bij hoef te zijn. Want dat vind ik weer een beetje overdreven. Het is Jada solo. Maar misschien gaan we vanavond nog ergens heen. Dat is nog de vraag. Dat hoop ik eigenlijk wel. Want altijd wel leuk toch om nog in de avond weg te gaan. Maar dat. Nu moeten we nog ongeveer 5 minuten lopen. En dan zijn we bij de auto. Stilte op de set. Eventjes stil. Wij zijn weer terug bij het huisje. We hebben echt een hele leuke dag gehad. We hebben echt een hele leuke ding bezocht. 2 strandjes en een hippiemarkt. En nog een heel mooi uitzichtpunt. Dus dat was heel leuk. Ja, en nu gaan we ook nog lekker in het jacuzzi. Lekker met echt drankjes. Ja, ze zijn nu allemaal lampjes aan het ophangen. Zodat we dadelijk mooi sfeerlicht hebben als we in het jacuzzi zitten. En dan gaan we nog eventjes wat, denk ik, gewoon een beetje leuke beelden opnemen. En ja, zo. Een beetje sfeerbeeldjes. Ja, echt sfeer. En dan zit het er alweer op. Ja, en dan kunnen we eindelijk eten. Ja, we moeten het 9 uur en we moeten nog avond eten. Het is 9:10. En dan eten is het 10 Ja, maar niet uit. Alles voor de goede clip. Ja. Precies. Morgen. Naar de thee in Marsley. Yeah. Deze mooie zonnebrand. Maar wij gaan zo meteen in een cabrio filmen. Wat? Mag ik nog niet zeggen? Jawel. Oh. We zijn het echt zo woord voor woord. Nou, wij gaan dus even filmen in een cabrio. Even filmen in een cabrio, alsof het een massa van de wereld is. En, ik kijk natuurlijk weer verkeerd. En dan hebben we daarna eventjes lekker chill tijd. Kunnen we even zonnen en eventjes zwemmen. Want het is vandaag echt, voor mij echt UV is echt 8 of zo. Mm-hmm. Het was echt heel lekker. En dan hebben we vanavond een poolparty. Dus er komen er allemaal figuranten ook hierheen vanuit heel Ibiza. Dat hopen we. En dan is het de bedoeling dat we natuurlijk wel een beetje de boodschap van dat het over een vakantieliefde gaat. Dat een beetje natuurlijk wordt overgebracht. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje plan voor deze dag. Dus we hebben er zin in, toch, Jada? Yes, heel veel. En we hebben nu gewoon een beetje spijkerbroekjes aan met leuke topjes. Voor in de auto. Wie gaat er eigenlijk rijden? Milton. Oh, dat weet ik eigenlijk ook niet. Fiona? Dat zou best wel kunnen. Of een van ons, net zoals toen. Ja, die knoflook online. Dan wil ik. Wel rijden. Dan wil ik, zegt ze. Ergens geparkeerd en we gingen zo rijden. En Fiona dacht dat ze naar voren gas gaf, maar ze had haar ding op naar achter staan. Dus ze rijdt vol tegen de fietsen. Ja. Hele lamp van die auto. Nou, daar zitten we dan. In de cabrio. Maar je mag deze, dit mag je echt. Ja, maar hebben jullie de box mee? Want het is wel leuk om even. Ja, wel even muziekje. Daarom zei ik. Maar dan moet jij Fiona met die box. Jolanda heeft toch een boxje? Oh ja. Moeten we heet het ding geen radio? Ja, volgens mij ben ik echt verbrand bij mijn wenkbrauwen. Het doet heel veel pijn. Uit onze koffer. Ja, dat koffer ligt, ik zie geen Bluetooth-teken. Nee, dit is zo'n oude, dat is geen Bluetooth hoor. Maar mag ik mijn zonnebril? Ik ga dan wel verbinden. Ik weet wel dat ik. Alleen als je het kan, hè? Anders niet. Wat doe jij? Ik ga gewoon in elke auto rijden. Nou, ik zou. Ik bedoel, maar je hebt een rijbewijs, maar je hebt wel 2 dingen. Prima dat je in het midden zit, want je zit nou, jij bent al langer en nu zit je ook veel hoger. Ja. Jullie snappen wel dat je die haar daar de kant op hebt. Ja, daarom heb ik een staart in gedaan. Ja. Met heel veel gel. Ik wil mijn Gucci zonnebril. Peace out. Hallo. Kijk, wij zitten achterin. Je bent niet eens aan het filmen. Jawel, wij zitten achterin. De cabrio. Oké, we zijn alweer klaar met filmen voor de middag. En de rest loopt alweer lekker vooruit. En we gaan nu eventjes naar een supermarktje. Want we hebben even zin om wat lekkere dingetjes te halen. Maar we hebben net gefilmd, dus in de auto, wat we waarschijnlijk al hebben gezegd. Maar die beelden zijn echt leuk geworden. We hebben ze net al een beetje gezien. En oh my god. Nam 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 nam. Oké, dit is de real. Oké, jongens, we zijn weer aangekleed voor een nieuwe scène. Ik heb mijn make-up ook weer gedaan. Kijk, hier hebben ze dus alles versierd. Met lampjes en bedjes en het zwembad.
Hier een tafel. Hier allemaal bloemen. Dit hebben ze dus allemaal net gedaan. Daar zijn de meiden. En zometeen komen hier dus allemaal figuranten. En dan gaan we een soort poolparty houden. Maar we gaan dus nu naar de clubs. Want daar zijn dus ook al wat figuranten nu. En daar gaan we dus nu ook heen. Zodat we bij de clubs ook nog wat dingen kunnen filmen. Heb je er zin in? Heel veel. Laat even de oudjes zien. Dit is Maud's outfit. En dit is Jada's outfit met die armband. Waar is die armband? Zo so cute. En Demi weet ik even niet waar ze is. En dit is mijn outfit. En dit is... Dit is Demi's outfit. Er valt een batterijtje. Maar in ieder geval, we moesten om 30 gaan. Wat? Ja. 17:43. Cute achtergrond heb ik. Oké, jongens, wij zitten in de auto. Zit. Helaas alleen met Jada, maar verder. Oh. Waarom is hij zo ingezoomd? Huh? Hoe moet dat? Oh, zo. Oké, okay. Is hij echt al de hele tijd zo ingezoomd, hè? Oh ja, dat had ik net ook gedaan. Oké, wij gaan nu naar Lola's. Dat is een club. Dat is toch een club? Oh, dat ziet er zo raar uit. Ja, vanochtend gingen we dus in de cabrio, gingen even wat sfeerbeelden maken en zo. En net zijn we naar een club gegaan en hebben we daar even binnen wat sfeerbeelden gemaakt. En op de rooftop, jongen, op de rooftop hebben we ook nog wat dingen opgenomen dat we gewoon daar lekker aan het dansen zijn en aan het feesten zijn. En net hebben we hier in het huisje een soort van poolparty gehad, maar dan zonder de pool, want niemand wil zwemmen. Alleen Maud wil zwemmen, heel dom idee. Maar het was wel heel leuk en we hebben net met al deze figuranten opgenomen. Ik vind het ook dat ze wilden. En ik hoop dat ze het leuk vonden, wij in ieder geval wel. Dus ja. Vonden jullie het leuk? Ja! Het was wel kort dat ik heb geknipt. Ik hoopte echt dat hij viel. Oh, wat een lekker ding. Goedemorgen. Dat is mijn ontbijt. Wij zijn in de winkel, want we gaan zo op de boot. Dus we moeten nog eventjes een ontbijtje halen, want daar hebben we nog geen tijd voor. Het is namelijk... Oh. 9:50 bijna. Een beetje vroeg, maar goed. We hebben er wel zin in. We gaan lekker op een bootje varen. Laatste dingetjes filmen. En dan zijn we klaar met de clip. En dan hebben we nog een rustmiddag. Yay! Yeah. Zij net... Nee, papa heeft toch niet die berg afgereden? Hij dacht, zou dat nooit doen. Basket voor alle schoenen, jongens. Oké, jongens, we zijn dus nu op de boot. En het is echt een hele mooie boot. En je hebt dus daarvoor van die twee netten, zeg maar, waar je ook op kan liggen. Het is echt heel erg mooi. En het uitzicht is ook mooi. En het zonnetje schijnt. Dus het is helemaal meegenomen. Ook al is het pas 9:30 en het zonnetje schijnt al super lekker. Dus wij gaan nu zo lekker varen. We gaan nog heel veel dingen opnemen. Met de drone ook om de boot heen. Maar daarna hebben we lekker vrij. Dus dan gaan we lekker zelf, maar ik word wel echt nu al zeezie. Ja, ik moet echt even eten, want ik heb ook last. Ja, we gaan even eten. We gaan met de drone. Het is zo mooi. Oké, daar kan je deze kant. Dat is uit de lied. Ja, dus moet jij dat die kant wel nog kijken. It's a wrap! Woo! We hebben net de laatste beeld op de boot opgenomen en het is echt heel gaaf, ook met de drone. En nu is de wrap en nu gaan we er weer vanaf en dan hebben we nog even een chill middag. Wat gaan we eigenlijk doen? In het huisje lekker nog dingetjes doen. Even zwemmen of nee, niet zwemmen, het is te koud om te zwemmen, maar wel nog even lekker zonnen. Lekker laatste zonstraaltjes pakken. Wat is het? Bon appetito! Woehoe, lekker eten! Dan weet ik gewoon dat dit zet, dan kan ik echt niet meer slapen. Ik negeer ze altijd gewoon. Hey, jongens, zullen we even proosten? Ja, wij zijn op de proosten. Leuke mensen proosten wel. Jullie hebben een aankaart. Proost! Proost! Nog 5 topdagen en een top 4. Ja, zeker weten. Hallo!
Ik wil niet 7 jaar. Nee. Cheers to a nice holiday! Ik wil even een toast. Ja. Oh, wacht. Ja, nou. Ik wil. Ja, ja. Nou, Pim, geef me even. Piet! Pietje. Weet je wat Milton vanmiddag zei? Pim die was heel even, ik weet niet waar die heen was. Nee, en Milton die zegt zo, wat wou Piet ook alweer? En hij doet zo, Piet, hoe kom ik nou bij Piet? Oké, maar nu komt het toast. Nee. Ik wilde even zeggen dat ik het heel leuk met jullie allemaal vond. En dat ik heel... Nee, maar dit meen ik echt oprecht uit mijn hart. En dat ik heel erg dankbaar ben dat we dit met z'n allen konden doen. En gewoon een mooie clip. Die camera. Jada, waarom film jij? En dat ik heel dankbaar ben dat we zo'n mooie clip hebben gemaakt. En dat we gewoon met z'n allen heel hard ons best hebben gedaan. Om allemaal te zorgen dat we iets kunnen bijdragen voor de clip. Dus dat wou ik even zeggen. Ja. Gaan we nou shot tikken? Milton is nog. Oh, altijd Milton weer. Dat Jerry ook zo tegen die vrouw zei: Can we take shots? En zij meteen: Oké, shots voor al. Maar hij staat echt nee. Nou, ik zei ja, maar. Op de trap! Op je pizza! Op je pizza! Op je pizza! Lekker! Dit is gewoon zo gezonde. Dit is gewoon moestra, zei je dat nou? Ja, maar ja, 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 volgende dag. Oh, die hebben we in de fles. Ik wil even één keer met iets. Ja, een lichte aan de eind. Ja, leuk. Maar een grote speler. Ik vind het oprecht nog één. Gaat ze met wijn wegspoelen? Ja, dat is wel lekker. We hebben natuurlijk, de meiden hebben ongelooflijk keihard gewerkt. De cameracrew heeft ook ongelooflijk hard gewerkt. Ja. Alan, dank voor al het rough driver werk. Maar ik wil toch even in het bijzonder even de ouders even in het zonnetje zetten. Ja. Want ze hebben geknald en wat was het eten heerlijk. Ja. Milton, zo, hij noemde Pim net nog Piet. Alsof het 10 minuten geleden was. En... Ik ga dit nooit vergeten. Milton, je hoort het nog over 10 jaar hoor. Nou, we hebben het klaar gedaan hoor. Het Ibiza-avontuur zit er alweer op. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ja, en hopelijk vonden jullie het ook leuk om een beetje achter de schermen mee te kijken met de videoclip. Ja, wij stappen nu lekker zo het vliegtuig in. En dan zien jullie de volgende keer weer. Lekker mijn bedje. Doei. 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 Hoe we de video begonnen. Hi! We gaan naar Ibiza.